Na een periode van een jaar mochten basisschoolbegeleiders, BB'ers, van het eerste cohort vandaag in feestelijke sfeer hun certificaat in ontvangst nemen. Het gaat om een groep van 32 personen die een jaar lang zijn getraind om met gereikte methoden en technieken leerlingen te ondersteunen. Onderwijsminister Henry Ory is ingenomen met de bijdrage van de begeleiders om de leerachterstanden die zijn ontstaan bij schoolkinderen op te vangen. We hebben daarvoor inderdaad ook het IOL bereid gevonden met een trainingsgroep die dus de voorzorgsmaatregelen voorbereidt. We noemen het zorgbeleid. En zorgbeleid betekent inderdaad dat je de BB'ers hebt en remedial teaching en de mogelijkheid hebt op de scholen goed te kunnen speuren naar de kinderen met leerachterstanden, zodat ze tijdens de schooltijd ergens nog steun kunnen krijgen. Dat lukt jullie aardig, maar de problemen zijn best wel groot. U zegt het ook, de omstandigheden zijn niet altijd zo. Je hebt inderdaad recht op een wat kleine ruimte, wat rustig is om die zaken op te lossen. We zullen met de schoolleiders moeten praten, omdat het per school erg verschilt wat voor situatie je hebt. Ory geeft verder aan dat er met de schoolleiders gesproken zal worden over het beschikbaar stellen van ruimtes op de scholen waar de BB'ers zich kunnen terugtrekken met de kinderen die begeleid moeten worden. Omdat het belangrijk is dat het in een rustige omgeving gebeurt waar u uw werk kunt doen. Dat is een goed punt. De andere is dat je sneller kan nadenken inderdaad over een extra lokaal, want het hangt af per school af. Kan je eentje nog bouwen? Waar kan je het bouwen? Hoe groot is het erf? Dus dat zijn zaken. Dus korte termijn zullen we toch moeten kijken naar de leerkracht. Tweede punt die u aangeeft terecht is, kunnen natuurlijk de BB'ers helemaal vrijgemaakt worden voor hun werk. Ik moet u zeggen, daar zitten wij ook op te piekeren. Omdat het niet altijd zo is dat de mensen voorhanden zijn. We hebben nu moeite om alle vakken te vullen met leerkrachten. Het is wat schaarste mee, maar u heeft gelijk. Ideaal zou zijn dat we in staat zijn met u vrij te maken. En het is nodig. Het is nodig. De minister wil er naartoe werken dat de zorgcoördinatie op de scholen zich daadwerkelijk focust op de zorg. Sedert vorig jaar zijn er 4 cohorten gestart met ieder circa 40 BB'ers van gemiddeld 14 scholen uit de districten Paramaribo, Wanica, Nikeri en Koroni.